Welkom bij Glasopwinkel. Vandaag ga ik meer vertellen over gehard melkglas. Gehard melkglas, ook wel bekend als satijnglas of matglas, is een veelzijdige en veilige glassoort met een stijlvolle melkachtige uitstraling. Dit glas laat net zoveel licht door als gewoon glas, maar biedt tegelijkertijd privacy doordat je niet doorheen kunt kijken. Het wordt vaak gebruikt in ruimtes waar zowel licht als privacy belangrijk zijn, zoals in kantoren, badkamers of bijvoorbeeld als een scheidingswand en als tussendeur. Wat gehard melkglas bijzonder maakt, is het speciale productieproces waar het glas eerst verhit wordt tot een hele hoge temperatuur en daarna weer snel wordt afgekoeld. Hierdoor wordt het glas tot 5 keer sterker dan normaal enkel glas. Mocht het glas vervolgens breken, dan valt het uiteen in kleine, onscherpe stukjes, waardoor het risico op letsel minimaal is. Dit maakt het een ideale keuze voor ruimtes waar veiligheid voorop staat. Gehard melkglas is in verschillende toepassingen dus te vinden, van glazen tafelbladen tot keukenachterwanden, douchewanden en kastdeuren. Het kan geleverd worden met of zonder randafwerking. Zonder geslepen randen is het geschikt om in een frame of in een profiel te plaatsen. Dan zijn eigenlijk de scherpe randen niet meer zichtbaar. Voor toepassingen waar de rand nog wel zichtbaar is, adviseren wij platpolie geslepen randen. Dit zorgt voor een nette en veilige afwerking. Bij Glasopwinkel kan je melkglas op maat bestellen in verschillende diktes, variërend van 4 mm tot 12 mm. En dat is weer afhankelijk van de toepassing waarvoor je het glas gaat gebruiken. Houd rekening met ongeveer een leeftijd van ongeveer 10 tot 15 werkdagen, dat is 2 tot 3 weken. Maar je kan er altijd zeker van zijn dat we je bestelling zo snel mogelijk en veilig zullen leveren. Heb je nou een groter glasformaat nodig, dan kan je een maatwerkofferte aanvragen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet om ons te liken, te delen en te abonneren op ons YouTube kanaal voor meer tips en informatie over onze glasproducten. Tot de volgende keer!